die alweer. Ik heb alleen maar mooie auto's, joh. Ook lelijke, minder mooie. Hoe dan ook. Ik heb nu een Pontiac. Trenzen, Firebird. Een Formula, nog wat. Met, ja, de kenners. Dat is een echte turbo-wielen van die auto toen de tijd. Zijn er ze wat niet meer. Die zijn verschrikkelijk duur als je ze moet kopen. Nou, deze auto is van Arjan. Zijn vrouwtje. Ja, ja. Ja, kijk, het is gewoon echt een dikke auto. Maar daar ga ik dus even lekker mee rijden. Dat klinkt ook al helemaal heerlijk. Zo, en dat zijn kuipstoelen. Jeetje. En wat ik ook zie, het E-Track. Oh, dit is, wauw. Zo, dit is kicken. Doet hij het ook? Een E-Track, daar kan ik nog van vroeger in herinneren. Wauw. Ja, dat is leuk. Dan kan je, dat is dus cassetteband. Oh, en dan kan je vier spoelen. Nou, dat is echt leuk was dat. En die muziek toen de tijd natuurlijk. En dobbelsteentjes. Hoor eens even. Hij rijdt op gas en op benzine. En aan de onderkant is hij bijna net zo mooi als aan de bovenkant. Hoor eens even. Mondkapjes voor. Oh, je moet mijn bril nog even afdoen. Zo, dan zie ik meer. Hoor eens even. Ja joh, al die mensen zijn helemaal blij. Oh. Ja. Nou, hij is in 1974. Hij is net zo oud als Arjan zelf. Oh, dan gaat hij met achteruit. Ziet eens op. Nou, dan kan ik even dus lekker laten zien hoe het hier binnen uitziet. Kijk eens. Oh jee. Wit kenteken. Oeh, dat is nooit goed. Er zit een ronde lamp in. En er zit een kind ook achterin zitten. Dat zijn echt mooie kuipstoeltjes. Elektrische raampjes. Ja. Mooi dashboardje natuurlijk. Ziet eens op. Ah, ik heb beter vrachtwagen rijden dan ik, want die ken het niet. Ja, nou, daar gaan we even hoor. Ja. Mooi. Ze lopen drie breed, dat mag helemaal niet. 1,50 meter aanhouden, hè? Hoi. Ja, jongens. Oh, ik ga toch even een stukje verder, want ja. Jeetje, man, dit heb ik toch een leuk beroep. Ik ben helemaal blij hier zo. Ik grote blij. Oh. Nou, was natuurlijk bevrijding gisteren. Nou, ik ben nog steeds vrij. Vrij? Nee, ik moest gisteren gewoon werken. 5 uur, niet normaal. Echt niet normaal, als er niks aan de hand is. Zo druk dat het is. Wat gebeurt er allemaal? Ja. Het voordeel van automaat is dat je twee handen of één hand vrij hebt, dus kan je lekker filmen. Dan kan je. Oeh, wat gaat hier gebeuren? Oh. Zo, kom maar hoor. Ja. Dag. Ja, die weet ook niet wat hij gaat doen. Fuck. Oh, we gaan naar. Oh. Lekker de richting aangeven. Jezus! Tering, man. Dat is niet normaal, dit. Dat is gewoon niet normaal. Nou ja, ik ben blij. Nou ja, ik ben blij dat je in zo'n auto zit. Lijkt het nog wat. Oh, wat een heerlijk geluid. Heerlijk. Ik ben helemaal vrolijk van. Ik ga het even lekker... Zo. Nou, daar gaan we, hoor. Brilletje op. Hebben we geluk? Jezus, dat is goed. Hij had namelijk 35% verschil. Nou, is niet goed. 30 is afkeur. 29 niet. En hij staat nu op 20, dus dat is goed. Hé, ik ga hem even afsluiten. Nee, ik ga hem niks afsluiten. Even de motorkap open. Dit is een lekker lang filmpje, want ja, dit is de moeite waard. Zo hebben we er niet veel. Zo hebben we er niet veel. Nee, hè? Nou, gas moet je koken. Onzin. Ja, dit is gewoon heerlijk. Gaaf auto. Mooie blauwe kentekenplaten. Ook dat mag. Dit was hem weer. Je moet nog even zwaaien. Woehoe. Is ook weer lekker bezig.